Voordat deze video begint, wil ik jullie om iets vragen. Er staat nu een nieuwe post online op mijn Instagram. Ga die even liken en ga daar even ook onder reageren. Ik zou het top vinden, ik ga alle reacties checken. En voor nu, geniet van deze RP-video. Ik ben wel koud moe, man. Moe van wat, broer? Doe grijs, doe grijs, simpel, grijs. Nee, juist. Simpel. Deze bank heb je niet van die IKEA, kan ik je zeggen. Deze lijkt op kringloopwinkel. Badder, kun je niet wat eten halen? Want we hebben best wel wat honger. Best wel veel. Ik zeg heel eerlijk, boys. Ik heb ook honger. Ik zeg heel eerlijk. Haal wat eten. Yo! Horen jullie dat ook, al die sirenes? Ja man, bro. What the fuck, ga die camera checken, bro, snel. Bro, nee, maar dit mag niet gebeuren. Ik hoor allemaal sirenes, dit mag niet. Broer! Mijn god! Bro, wegrennen, stop! Wat is er? Politie! Politie, hopen wij dat jullie akkoord gaan met 10 jaar. 10 jaar? Daar gaan we akkoord. Maar natuurlijk gaan we akkoord. What the fuck moet ik nu doen? Ze hebben een inval gedaan, ze hebben hem meegenomen. Rico, Sherendi en Mo zijn opgepakt door de politie. Ik moet ze gaan uitbreken. Dat is de enige optie. Daarom. Als je goed gedrag hebt, dan kan het altijd nog eerder, hè? Helemaal prima, heren. Dankjewel. En dan kunnen jullie ook nog een feestje in de gevangenis vieren. Dan begeleiden we jullie terug naar jullie zijn dingetje. Yes, stop. Hey, even een dansje, hoor. Helemaal goed. Loopt u bij me mee, meneer? Yes, zeker. Hey Max, goed gedaan, maat. Ja, meneer. U weet wie u tegenwoordig moet bellen, hè? Ja, zeker. Zal ik heel eerlijk met je zijn, Max? Ja. Hey, meneer. Je hebt geen flikker gedaan. Ja, mijn BMW'tje moet het gaan doen, maat. En ik heb ook natuurlijk nog het wapen. Kut. Wilt u de deur openmaken, meneer? Nou, er komt er straks mijn busje. Met een aantal collega's en die gaan nu vervoeren naar de gang. Samen met mijn vrienden, toch? Jazeker. Oké, top. Oké, wat moet ik allemaal hebben? Ik moet het wapen hebben. Die heb ik bij me. Ik heb kogels nodig, want ik had nog maar 1 kogel. En ik heb lockpicks nodig. Kut, waar ga ik die lockpicks vinden? Ik weet waar je die kan halen. Zwarte markt. Hey, on my way. Hey, die advocaat trouwens, laat hem nooit meer binnen, want ik heb meer onderhandeld dan hij. Ja. Die man kan er niks aan. Dat het toch beter is. Ik denk, ik moet gewoon na mijn 10 jaar dat ik in de gevangenis heb gezeten, gewoon advocaat gaan worden ofzo. Dat zou geen gek idee zijn, toch? Waarom niet? Je hebt wel echt een pad op. Precies, plus ik heb ervaring in deze circuit. Ja. Waarom worden hun altijd opgepakt? Ik dacht dat we gisteren letterlijk hadden gezegd van, yo, we gaan niet meer worden opgepakt. En wat doen hun? Ze worden opgepakt. Moeten niet compenseren met de grote wapen van je. Hey, Sherendi! Wordt ook voor jou. Ook voor jou, als je weg. Er zit er een kogel tussen je oren. Als ik wegren... Oh, hij richt gewoon op het hoofd, hè? Besef. Richt jij op het hoofd? Zeker. Ik ga mijn advocaat weer bellen. Doe jij je ding. We gaan. Moet je mee, meneer? Gezellig. Precies, hier was het ergens. The fuck moest ik ook alweer heen? Was hier ergens, toch? Hè? Huh? Hij is weg. Oh, hij is daar. Jou heb ik nodig, neef. LG. Vooruitlopen, straks. Sherendi, ben je goed behandeld? Ja, bro. Ze hebben me nog water en brood te geven. Sterk, ik ook, man, brood. En hier rechtsaf. Ja, Rico is ook goed behandeld. Weet je wat, broski? De heer DSI, of hoe ik je ook wil noemen, wil je voorop lopen of achterop? Zegt hij, ik loop achterop. Jullie gaan door die deur voor. Deze deur? Nee, deze deur hier links. Ik zal niet proberen als ik u was. Wow, ik was echt. Ik geef je 1 kans, precies. Maar jij zei rechtdoor, dit is links. Ik zei links. Jij zei eerst rechtdoor. Niet fucken met die gun, man. Oké, ik stop al. Ik stop al. Meneer Sherendi, wacht even. Sherendi, niet rennen. Ik wil er intussen zijn oren, man. Komt er toch niet uit. Verdachten gaan nu naar buiten komen, graag. Sherendi, we gaan rennen in 3. Nee, grapje. Oh shit, ik wil bijna gaan rennen. Eerste verdachte is buiten. Doe maar op, hoor. Niet rennen, hoor. Sherendi, gaan we echt niet rennen? Ik zou het niet proberen als ik jou was. In 3. Wat nou als ik het wel doe? Wat gaat u dan doen? Wat zou er gaan gebeuren? Ik denk dat je dan niet... Nee, niet schieten. Ik zal het niet proberen. Oké, ik stop al. Nee, oké, rijden. Hey, en nu hebben we een wapen nodig. Tenminste, we hebben kogels nodig. Ik ga kogels ergens vandaan moeten halen. Maar ik ken nog wel een mannetje. Oké. Sherendi, stap je als eerste in. Goed, stap in. Grapje. Je moet even gehandboeid worden, denk ik, man. Hoe stap ik in? Moet jij er niet mee? Je mag bij mij, eentje mag mij volgen. En die mag in deze bus hier links komen zitten. Oh, de? Sherendi gaat rijden. Sherendi, niet achter het stuur. Meneer, dan wens ik jullie wel een voorspoedige tijd. Zit ik goed, bijrijder?
Van mij, ik vind het prima voor deze keer. Top. Rico! Yo, yo, yo! Heb je je op zwijgrecht boet? Bro, sowieso, bro. Ach ja, jij moet 5 jaar zitten, Shurendi 5 jaar, ik 10 jaar. Is niks, bro, is niks. Ach, snel voorbij, joh. Hey, ik ben op zoek naar pistol clips. Heb jij die toevallig? Zeg, hoeveel heb je er nodig? Ik zie zo'n locatie waar je het kan ophalen. Is goed. Ah, maar het probleem is ook, ik heb helemaal geen geld voor dit. En hoeveel kogels heb ik eigenlijk nog? Ik heb nog maar 1 kogel. Shit, hoe ga ik dit doen? Fuck, man. Nee, rijdt er ook nog een auto achter ons? Oh, dit is een hele escort. We worden helemaal vervoerd naar de gevangenis. Stel, we worden nu bevrijd. Komt nu. Fuck, oké. Waar de fuck is het? Tjus. Hi. Wat dan, jij kan dit. Jij gaat dit doen. Oké. Het plan is, ik ga erheen. Ik ken die man al een tijdje. Toen Mo in coma was, heb ik die man leren kennen om wapens te halen, om clips te halen, et cetera. Hij is altijd goed voor me geweest, dus hij vertelt me sowieso. Ik ga gewoon zeggen van, yo, luister dan, geef me die clips. En zodra hij ze geeft, beroof ik hem, handen omhoog. Geen stress. En als het moet, met die ene kogel, krijgt hij 1 kogel door zijn hoofd, neef. Maar alleen als het moet. We worden met sirenes vervoerd, langs Blokkenpark. Via de snelweg richting de gevangenis. We gaan achter tralies zitten. 10 jaar lang. Het is hier ergens in een steegje. Waar de fuck woont deze man? Is het deze garage? Volgens mij wel. Kut. Yo, G. Lang niet gesproken, man, bro. Hoe is het? Hey, man. Ja, tranquilo, man. Ik heb een verzoekje, man. Mm-hmm. Ik heb 2 clips van je nodig, man. Ja, perfect. Altijd de vaste klanten. Daarom, je kent me toch? Kijk, ik heb ze opgepakt, man, bro. Perfect. Hoeveel krijg je van me? 30k, man. 30k. Ja, kijk, weet je wat het ding is, bro? Ik zit een beetje kap met geld, toch? Mm-hmm. Neem dit niet persoonlijk. Oh, yo. Ik heb zojuist de enigste wapendealer neergeschoten. Kut, ik heb de wapendealer neergeschoten. Kut. Oh, yo. Fuck. We zijn er bijna, ik zie de gevangenis al. Ik zie hem in de verte. Oh, laat me blij doen. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje blauw! Hoort u mij, meneer de agent? Jazeker. Bent u nu blij? Aangekomen op bestemming. Blij. Ik ben niet uitgebroken door iemand anders. Ik ben gewoon veilig aangekomen. Zijn er. Er staan 2 DSI-agenten klaar. Staan er nou 2 DSI-agenten klaar? Dit is Kamar. Is dit zo goed beveiligd? Met wat voor wapen staat hij daar ook? Kamar, wat is Kamar? Wat betekent dat? Koninklijke Kamar Chaussee. Koninklijke Kamar Chaussee. Wat doen jullie allemaal? We zijn weer bij ons huisje aangekomen. Zat de RSS er nog? Hé, hij is weg. Wat? Nee, joh, hebben ze die ook in beslag genomen? Ik ben echt op de juiste tijden weg. Als ze mij hadden gecatcht, broer. Nee, man. We zijn weer thuis. Ja, nu is het gewoon afwachten tot ik kan beginnen met uitbreken. Ah, ik heb een outfit nodig. Helemaal vergeten. Goed, meneer. Meneer, even serieus. Wat is dit? Koninklijke Marechaussee hier? Dat is positief. Dit valt onder hun terrein. Is dit hun terrein? Waarom hun terrein? Het valt onder hun gebied. Oké, mag ik uitstappen? Ik heb het best wel warm in het busje. U mag van mij uitstappen. Maar nogmaals, als u weg probeert te rennen of een verdachte actie, wordt er geschoten. Geloof me nou, maar ik... Kijk wat je vast hebt. Wil je me dood hebben of zo? Goedendag, collega. Is de overdrachtspapier voor mij voor de gevangenen? Ik zal die al even uit de auto halen. Moment. Overdrachtspapier? Wat zijn dat? Ja. Als u aangehouden bent, wordt u ingeschreven op het AB. U bent overgedragen aan de commando. Shurendi, doe dat niet, bro. Fuck de politie, zwaar. Ik moet 2 jaar weg. Oh, Shurendi, jij ballen. Kijk, zie je niet wat ze hebben? Zie je niet? Ja, ze hebben wat te compenseren daar beneden. Kijk, meneer. Die grote wapens van ze. Ja. Ja. Ga ik heel veel handtekeningen zetten? Ja. Shurendi, ren in 3! Ja, yes. Grapje, Shurendi, niet doen. Ik zou niet zomaar gaan rennen. Maar meneer, even serieus, waar moeten we heen rennen als ik vraag mag? Heeft hij nog hulp nodig? Het overdracht? Zullen ze naar binnen brengen dus, en we gaan ze afhandelen. Is er hulp bij nodig of kan ik afkoppelen?
Als iemand daar in ieder geval bij kan blijven, in ieder geval voor de voordeling. Dan zou ik erbij blijven. Oh, heer, je mag mij volgen bij elke verdachte beweging, ja. Zal geweld gebruikt worden. Laat me een goede outfit fixen dan. Oké, geweld toch? Maar geen schoten toch? Dat begrijp ik. Je wil me niet dood hebben, neem ik aan. Misschien een kogel in het been. Geweld is geweld. Oh, maar daar heb ik al trauma's aan. Doe dat alsjeblieft niet. Je collega schiet in het gezicht, dus ja. Je mag de rest achter mij aanlopen in een rijtje. Oké, wie moet ik volgen? Jou? Of jou? Nee, Jan, ik maar agent. Nou, agenten, als jullie niet meer stief, einde dag, hè? Ik loop jij maar achter. Ik wil rennen, maar ze liepen achter ons. Yes, jullie mogen hier zo met jullie handen tegen de muur aan gaan staan en dan zullen één jullie hier bij ons roepen. Waarom moeten we tegen de muur staan? Ik snap het ook niet meer. Ik sta hier elke dag. Er zit niks meer in mijn zakken, pik. Ja, je hebt me al helemaal uitgekleed een keer. Collega van DC, kunt de voordeling starten. Kijk, perfect. Niemand die me zo gaat herkennen. Vooral niet in de nacht. Kijk, ik ga snel naar huis. Moeten we omdraaien? Ik neem aan dat de OVJ eraan komt. Gaan we ook nog een foto maken met zo'n bordje? Of, Volgens mij heb ik niet gezegd dat je mag omdraaien. Oh, daar heb je gelijk in. Ja, daarom vroeg ik het. Nico, we gaan vele moppen tappen, hè? Ah, zeker. Wordt een mooie tijd. Is de OVJ hier nog? Shirendi tijdens de lunch hier in de gevangenis. Kippen en zo. Oh, dit wordt leuk. Bro, ik ga goed eten hier. Maar denk je niet dat ze in de gevangenis alleen... Ik ga een moment excuseren. Ik ga heel eventjes een telefoontje pakken. Denk je niet dat ze in de gevangenis alleen brood met kaas hebben? Ja, maar 2 seconden, man. Even jullie mogen omdraaien. Ik draai 180 graden. Dat mag wel, toch? Dat heb ik niet gezegd. Met je neus tegen de muur. Ja, duidelijk. Oké, dan draai ik mijn nek. Oh nee, wacht. Dat werkt niet. Nu alleen nog maar wachten tot het nacht wordt. Ik heb de lockpicks. Ik heb een repair kit. Ik heb mijn wapen. Let's fucking go. Hey, Rico. Ken je de mop van de mummy? Nee. Die is ingewikkeld. Leuk. Zo, die heb ik niet beseft. Ja, ik besef hem nu pas. Ja, is het nu pas? Dan moet je nu harder lachen, hè? Aha. Snap je hem, mummy? Ingewikkeld. Jij kent hem niet. Dus hij is ingewikkeld. Goed, heer. Meneer, kunt u de mop van de mummy? Ja, meneer, we zijn hier niet om grappen te maken. Nou, daar heeft u gelijk in. Zegt u het eens, mag ik omdraaien? U mag van mij omdraaien als enige. Oké, boys, niet omdraaien, alleen ik. Yes, aangenaam. Hij schiet de headshot. Yo, niet richten, bro, wat is met jou? Bro, ik wou je gewoon even testen, man. Die rustig aan. Dat is een reflex. Ik zal het niet nog een keer proberen. Niet testen, Shuren, die niet nog een keer draaien. Goed, meneer. Ja. Meneer, u zit hier voor poging tot moord. Ja, dat weet ik. Ik ben al veroordeeld voor 10 jaar. Dat klopt, 10 jaar. In 10 jaar gaat u hier uitzitten. Oké. De spullen die wij u hebben afgenomen, die kunt u achteraf terugnemen. Dus u bewaart mijn spullen 10 jaar lang? Dat is positief. Dus over 10 jaar mag ik de iPhone 23 ophalen bij jullie? Oh, dat is negatief. U had helaas alleen maar een iPhone 6 liggen. Ah, ja, hey jongens. Hij maakt grapjes. Spijkerdingen. Nee. Ja, maar is dat u duidelijk? Ja, is duidelijk. Ik ga mijn 10 jaar zitten. Maar... Kunnen mijn collega's trouwens... hier het overnemen? Laat maar zitten. Yes. 10 jaren. Dat is positief. Begeleiden jullie hem naar de nodige Gaan we ook nog een foto samen maken? Gewoon in een oranje pak en zo? Foto? Dat is als het goed is al gedaan. Ah, oké. Mag je mij volgen? Top. Alleen ik of heel mijn gang? Alleen jij. Hey gang, rustig aan. Rustig aan. Zie je dadelijk. Sowieso. Zal je een cel gaan toewijzen? Oké, een mooie gevangenis. Dit is de kantine. De aula. Ja, momenteel wel, ja. Top. Ik neem aan, in de voorwaarden stonden wel dat ik zeg maar samen... Stel, dit is mijn cel, dan krijgt mijn vriend die cel en de andere krijgt die cel. Voorwaarden? Ja, zeker. Die heb ik nergens gelezen. Oh, dan moet u even mag met de OVE gaan praten. Deze? Ja, deze jouw cel. Waar is mijn kleding? Je krijgt het zo meteen. Oké. Shirendi! Bro, waar is de eentje? Kom in mijn cel, bro. Oké. Mijn cel stond ook open. Hij loopt weg. Misschien hij gaat kijken nu bij jouw cel. Hij loopt naar jouw cel toe. Alsof ik slaap. Ja, ga slapen. Goeie Shirendi, slaap. Juist. Eigenlijk moet Rico ook hier komen, dan kan Rico hier slapen. Ja, of nee, Rico gaat hier slapen. Ik ga lekker op het bed. Hij mag lekker op het bankje. Goed idee. Probeer hem te halen, hij is beneden ergens in de cel. Oké, ja, wacht, 2 seconden. Oh, er stond een agent daar. Hij loopt langs. Hij heeft niks gezien. Hij heeft me niet gezien. Hij heeft je niet gezien, hij loopt langs. Oké, maar wat is het plan nu? Wat gaan we doen? Oh, we moeten gewoon hopen dat... Dat Rico nu komt. Rico moet gewoon hier zijn en dan moeten we gewoon onze tijd gaan zitten. Dan kan ik lekker op het toilet gaan zitten. Oh, ik weet niet wat we moeten doen. Oh, kunnen we niet... Heb je ooit die serie thuis gekeken? Prison Break. Prison Break! Bro, we moeten ontsnappen van hier, man. Ik wil niet 5 jaar zitten. Maar ontsnappen is zo lastig, bro. Hoe gaan we hier ontsnappen? Ja, dat is wel lastig, ja. Heb ik mijn telefoon nog? Nee, heb jij je telefoon nog? Nee, ook niet meer. Shit. Ik ga Rico zoeken. Ik heb wel een portofoon bij me. Echt? Oh.
Rico, Rico! Hoor je mij, Rico? Boys, hoor je mij? Waar, ben je beneden of boven? Beneden. Oké, wacht, kom. Kom naar boven rennen. Rico, kom naar boven rennen, kom. Ren. Ah! Meneer, wij doen niks. Handen in de lucht. Wij doen niks. Geen stress, jongens. Oké, okay, top. Rico, kom, Rico, kom. Om even in de cel te blijven, man. Oké, okay, Rico, kom. Jij is even, hoe noem je dat? Half uur pauze, even drinkpauze hier, hoor. Ja? Yes. Moet je drinken hebben? Oh, nou, we hebben al. Zeg, eten, drinken, niks? Even kijken. Oh, gaat eten en drinken. Oh, ik heb genoeg. Ik heb genoeg. Geen zorgen, Rico. En die andere? Hij slaapt. We zitten goed. Ja, oké, is goed. Anders hoor ik het wel. Yes, stop. Ja, stop. Ik heb wel één dingetje, man. Zou je even gewoon je mondmasker aflutten? Ik versta je niet zo goed. Oh ja, dat is goed. Nou ja, eigenlijk liever niet. Maar... Dat kan graag. Ja, maar gewoon, dat is gewoon. We horen je niet echt. Het is van man tot man gewoon hier. Snap je? Snap. Ga je hem afdoen, ja. Even stiekem, snel. Yes, jouw gezicht heb ik gezien. Als ik vrijkom uit cel, hè, broeder. Oh, Wiri. Jij was een DSI, toch? Of een Kamar? Nu heb je je gezicht laten zien. Je privacy is weg, bro. Nu heb ik je gezicht gezien. Rico, onthoud zijn gezicht ook even. Shirley, hij heeft zijn gezicht laten zien. Je bent echt schoon, bro. God in 4K. Wat een panic look. Shit. Ja. Oh, boys. Als wij vrijkomen, hè, deze man. Oh, Rico, daar hadden hem goed. Die gezicht ga ik niet onthouden. Hij pakt een grote shot hier, man. Ik ga naar binnen, man. Die gezicht ga ik niet vergeten, bro. Die is geprint in mijn achterhoofd. Hij heeft screenshot gemaakt met zijn ogen gewoon. No. Gewoon, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè. Hey bro, als je zo praat, dan sta je ook niet, bro. Je moet die mondmasker afdoen. Ben je deadass, of? No. Ja, toch? Hij doet het weer. Fuck it, man. Hij trapt er weer in. Boys, kijk nog één keer. Onthoud zijn gezicht. Hey, hoe heb je deze vraag gekregen? Maak foto. Heb je een telefoon voor ons? Geef me mijn Samsung terug, bro. No, man. Heb je geen telefoon voor ons? Hey bro, hoor deze. Hoor deze, je krijgt 1000 euro voor één telefoon. Man. 3000 euro. Bro, we klaar. Geld 4000 euro. We hebben dat geld. Ik heb geld, geloof me. 5000 euro. Man, sorry. Oké, okay. We gaan actie ondernemen. We hebben een lange dag. Ik zie Shurandy. Hij is gewoon lekker pitten, man. Ik ben moe. Ja, slaap lekker, Shurandy. Dankjewel. Rico, dat bankje mag jij afslapen. Ik pak lekker dit bed, ja? Dit bed, ja toch? Hoe ga ik op dat bed ooit slapen eigenlijk? Ik lig wel heerlijk op de grond. Slaap lekker, boys. Slaap lekker. Morgen begint dag nummer 2 van gevangenis. Nog vele jaren te gaan. Ik hoop dat er niet veel beveiliging is in de gevangenis, man. Ik zeg je heel eerlijk. We moeten sowieso gaan omrijden. Want ik kan niet langs de Kamarpost hier gaan. Dus we gaan zo moeten gaan. Zo. En dan via deze weg. Let's go. Het wordt wel echt donker nu ook. Tering, ouwe. Het wordt echt donker. Oké, waar moet ik vanaf hier heen? Het is hier. Hier is de gevangenis. Oké, ik moet zo rijden. Kan ik hier naar binnen? Oké, het hek staat open. Ik ga mijn auto hier neerzetten. Oké, niemand mag mij zien. Dit is het moeilijkste gedeelte. Dit moet echt snel gaan. Oké, laat me de lockpick gebruiken. Kijk. In de camera. Zie je, daarom heb ik mijn masker op gedaan. Nog een lockpick gebruiken. Oké, let's go. Zo. Kijk. Zie je, er is niemand. Ik wist het. Het is een nachtbrood. Tuurlijk gaat er niemand zijn. Volgens mij moet ik hier naar binnen. Waar is het? Volgens mij is het deze deur. 1, 2, 3, 4, 5. Nog een camera. Kut. Als het goed is, kunnen ze me niet herkennen. Die is ook open. Deze moet ik gaan wel iets sneller doen. Zwaailichten staan daar aan. Er is niemand. Deze moet ik ook... Handen omhoog. Meelopen. Heel rustig naar achter. Geen melding maken of wat dan ook. Loop je naar buiten? Ik doe niks. Loop je naar buiten? Lopen? Verder lopen? Helemaal lopen naar die deur. Verder lopen. Meteen links staan bij de muur. Hier links. Oké. Hey, hoorden jullie dat? Kut. X. Oh, ja, hoor, bro. What the fuck? Kom kijken. Bro, nee, niet kijken. Ben je dom? Fuck. Boys, waar zijn jullie? What the fuck? Hey, luister. Boys. Kopie erbij. We moeten weg. Wie dat? Bro, what Bader? The fuck? Is dat Badder? Badder? Nee, vol! Holy shit. Hey, bro, rennen. Hou op. Je kept. Shit, Badder.
Nee! Ik pak die rifle van hem. Bro, vlucht. Heeft iemand dood daar zo? Of? Denk niet na, gewoon rennen. Wat niet? Denk niet na, ik zie agenten dood liggen. What the fuck, bro? Wat heb je gedaan, padder? Oh mijn god, ik ben jou zo... Instappen. Ik ben jou zo dankbaar, bro. Instappen, instappen, boys. We moeten weg. Rijden, bro. Doe zo bij je. Oh, Adrenalina. Wat heb jij gedaan? Bro, ik kwam thuis met eten, broer. En zat ik zie, jullie zijn er niet. Ik denk jullie zijn mij aan het pranken of iets, toch? Boys, hou jullie vast. Stevig vasthouden. Ah, dat staan allemaal politieagenten, broer. Er komt geen politie achter ons aan, toch? Jawel. No, er komt veel achter je aan. Ben je serieus? Ja, bro. Doodserieus. Kut. Bro. Ga je me weer in zo'n scenario zetten van dat ik... Dat je ons komt bevrijden? Bro, er is een politieagent achter ons, man. Kutzooi. Logisch, je hebt nog meer moorden gepleegd. Kijk, ik kwam thuis met eten en drinken. Jullie zijn er niet. Ik denk, what the fuck, waar zijn deze gasten? Zitten ze mee te pranken of zo? Elke eindstand, ik ben overal die kamers aan het controleren. Jullie zijn er niet. Ik denk, hè? Kijk uit, je gaat stad in. Rem. Komt goed. Vervolgens, ik probeer jou te bellen. Je neemt niet op. Ik denk, wat? What the fuck? Waarom nemen jullie niet op? Motor achter ons. Oh, joh. Motor achter ons. Ik kijk camerabeelden. Vervolgens... Zie ik dat er een inval is geweest. Dus bro. Toen heb ik me voorbereid. Ik heb met een wapendealer moeten praten. Vervolgens heb ik hem moeten neerschieten. Want ik had geen geld om clips te halen. Ik had nog maar één fucking kogel. Vervolgens moest ik een hele outfit veranderen. Ik moest wachten tot het nacht werd. Zodat ik... Kijk uit! Bro! Achter ons een motor, man. En een VP. Is het niet een idee dat je een steegje ingaat, mij dropt en dat ik ren? Ja, maar jij kan niet rennen, broer. Geloof me, bro. Ik kan nu wel rennen. En als ze je pakken? Wat dan? Hij rende net ook. Wat we zo meteen gaan doen, ik ga je een U-bocht maken. Meld me, hoeveel mensen zitten achter me? Eén motor. Motor is een auto. Motor is niet crash. Ook een A6. Rico. Ja. Focus, ik ben ready, man. Antrem, oh mijn god. Hey. Hij crasht. Hij is gecrashed, die agent. Stap in de bus. Oh, damn, jullie gaan shooten. Hey, stap in. Rij. Hey, we worden nu ook gevolgd. Grove Street. Hey, we worden nu ook gevolgd door die oranje auto. Stap uit en schiet hem ook dood. Alsjeblieft. Ik heb geen kogels meer. Oh, geen kogels meer. Badr, je hebt het ook niet voorbereid. Je komt ons bevrijden. Hoeveel kogels had je mee? Ik heb geen clips gekocht. Ik dacht dat lang dat genoeg was. Gisteren. Jullie staan eruit. We zijn helemaal kwijt. Ga snel weg. We zijn helemaal lang kwijt. Doe je licht uit en we zijn weg. Oh, jij bent zo slim. Wauw. En wauw. Oh, besef dit even, boys. Bro, what the fuck heb ik meegemaakt? Hou op met me, broski. Hey, Badr, je living legend, man. Echt waar. Voor deze krijg je gewoon echt een knuffel, man, bro. Je bent echt een shooter geworden, man. Wauw. Ik ben je zo dankbaar, man. Marokko hebben ze me veel geleerd, man, bro. Tijd. Dit meen je toch niet? Niet eens een dag, broer. Oh, hier, ik ben zo blij. Maar bro, we hebben nu wel een probleem, hè. Wat dan? We hebben een heel groot probleem. Ons huis. Ze weten waar ons huis is, ze weten onze auto's, ze weten onze namen, ze weten alles van ons. We moeten binnenkort gewoon echt op zoek gaan naar een nieuw huis, want ons huis is niet meer ons huis, denk ik, ons appartement. Nee man, we moeten accepteren. Ik heb nu helemaal geen kogels meer, ik heb geen wapendealer meer, mijn huis is heet, wij zijn letterlijk nu most wanted. Als politie ons vindt, zijn we de lul. Ja. We hebben letterlijk gisteren gezegd dat we niet meer gepakt zouden worden. En wat is er gebeurd? Een fucking politieinval. Dus we gaan nu echt niet meer gepakt worden, oké? Okay? Get back gang op 3, boys. 1, 2, 3, get back gang! Laten we weggaan van hier, boys. Boys, het wordt al licht, man. Do it to him cause I can. Outfit a couple grand. Post a picture on the gram. She want me to be a man. She can't talk me in the land with her. She tryna play, I ain't playing with her. Whenever I pay, I'm paying enough. Don't owe me nothing, just pay me in love. Now that she lift, flew a jet to a club. Bought the 2 M's, I done ran up a dub. I still know how to survive with a dub.